Hey allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het donderdag. Vandaag staat de samensmelting van Expeditie Robinson voor de deur. Dus ik ben benieuwd wie het haalt en wie het niet haalt. Het belooft in ieder geval weer spannend te worden. We maken er in ieder geval weer een goede dag van, Rhino's. Dus ik zie jullie straks weer. Zo, daar was ik weer. Trouwens, wil je heroïne kopen? Oké. Ik wist weer wat om over te vloggen. Gisteren was het namelijk Back to the Future Day. En als jullie niet snappen wat ik bedoel, ik zal het uitleggen. In de film Back to the Future 2 reisden Doc Brown en Marty McFly naar 21 oktober 2015. En die dag was gisteren. Dus ze zijn inderdaad naar de toekomst gegaan. In de film hadden ze heel wat dingen in 2015 die ze eigenlijk niet hebben. Want het was natuurlijk een film. En veel YouTubers waar ik op geabonneerd ben, hebben het over Back to the Future dag gehad. De mannen van Cinemassacre bijvoorbeeld hebben meer dan een half uur gepraat over de film, dat soort dingen. En Michael Pico, Boy Green, de Angry Grandpa camera man, liet de oude familiefoto's zien. Zelf had ik niet zoveel zin om te vloggen gisteren, want ik begin vaak het vloggen op het begin van de dag. Maar goed, ik kan er in ieder geval nu over praten. Dus ja, gisteren was Back to the Future Day. Best interessant, hè? Verder heb ik niet zo heel veel om over te vloggen. Dus ik hou het daarbij. Tot zo, Rhino's. Zoals gewoonlijk heb ik weer eens niks om over te vloggen. Maar doe ik het toch. In de laatste paar vlogs heb ik geen gespreksonderwerpen meer kunnen bedenken. Ik ben gewoon niet zo goed in vloggen als Enzo Knol en Teske de Schepper, dat soort luidjes. Zo goed kan ik niet vloggen. Dat is mijn moeder. Vloggen is een stuk lastiger dan ik dacht. Tja. Of ik ooit BN'er zal worden is maar de vraag. Ik weet het echt even niet. Weten jullie nog manieren hoe ik me
mijn vlogs cooler kan maken. Laat het me weten in de reacties. Een erevermelding in de volgende vlog. In ieder geval, dat is alles wat ik tot nu toe kan bedenken. Tot later. Zo, bijna tijd voor Expeditie Robinson Rhino's. Na de uitzending laat ik jullie weten wat er allemaal is gebeurd. Ja, ik sta nu mezelf in de spiegel te filmen. Kunnen jullie mijn camera ook een keer zien? Maar goed. Expeditie Robinson is net afgelopen. En het nam echt een super verrassende wending. Tim kreeg het grootste gedeelte van de stemmen tegen zich op de eilandraad. Maar toen boden de Dennis en Nicolette hem de kans aan om terug te komen in de expeditie. Nou ja, hij kon hem voortzetten. Maar dan moest hij helemaal alleen op een eiland gaan zitten en overleven. De eerstvolgende die op de eilandraad wordt weggestemd en dan dat aanbod aanneemt, die moet dan tegen Tim duelleren. Verliest Tim, dan gaat hij naar huis. Wint hij, blijft hij nog op het eiland zitten. Hij besloot ervoor te gaan. En dat zag ik nog echt niet aankomen. Dit seizoen zit gewoon vol met verrassende wendingen. Het is nog erger dan vorig jaar. Maar ja, zo gaat het nou eenmaal. In ieder geval bedankt voor het kijken. Laat even een reactie achter. Geef even een blauw duimpje omhoog. En abonneer je gelijk even op mijn kanaal. En dan zeg ik nu zoals altijd. Later.